wel winnen van aartsrivaal FC Antwerp. En ook voor de tweede Antwerpse derby van het seizoen, dat heeft u ongetwijfeld gehoord en of gelezen, waren de veiligheidsmaatregelen enorm. Meer dan 500 politiemensen stonden in voor de veiligheid en ook nu mochten de supporters van de bezoekende ploeg, maximum 1000, niet op eigen kracht naar het stadion komen. Iets meer dan 300 Antwerpfans werden in bussen van de Bosuil naar het Kiel gebracht. Germinal Beerschot Antwerp werd voor ons gevolgd door Wilfried Mostings. Tal van ballonnen gedragen door de jeugdspelers van Germinal Beerschot hier in het Kiel. Dat op dit ogenblik nog niet helemaal is volgelopen. Naar schatting zo'n 10.000 toeschouwers. Veel sfeer. En er hangt ook wel heel wat spanning en agressie in de lucht. Het belang van de match kan je vooral afleiden uit de opstelling van Antwerp. De Great Old wil hier niet afgaan. En Reggie van Akker opteert voor een verdedigend ingestelde ploeg. Met onder meer de 20-jarige Karel Dane in het basiselftal. Topschutter Patrick Goots die zit op de bank. Drie wissels bij Germinal Beerschot met als voornaamste de inbreng van Stefan van der Rijden, ook al staat Mutafdic in de ploeg. Johan Verbist moet de match in goede banen leiden. De eerste hoekschop van de partij komt er na goed 5 minuten en is voor Antwerps. Jatti gaat die trappen. Om blijft hangen en dan Leleu. Luciano moest voor het eerst ingrijpen. Frankie van der Elst. Even kijken hoe hij zijn ploeg beter kan laten renderen. Dit is een goede actie van Haagdoorn. Goal! Ja, ze staan weer recht hier allemaal voor onze neus. Maar het is ook een prachtig doelpunt van Filip Haagdoorn. Germinal Beerschot had moeite om dat verdedigend blok uit elkaar te krijgen. Al een paar prikjes, maar nog geen echte kansen. Haagdoorn met wat moeite die bal meegepikt. En dan heel mooi overhoeks. Binnenkant paal en doelpunt. Zijn vierde en hij begint meer en meer te scoren. We zijn 11 minuten onderweg. Tafdic aan de bal gezet door Evans. Het staat daar een serieus blok hoor op dat middenveld. Het blok van Antwerp. Je hebt nauwelijks ruimte of tijd. De grijze. Zoek nu de diepte bij Dagano. Knap gedaan. Nog Dagano. Al voor de lijn weggehaald door Leleu. En dan Mampai. Heel mooi hoe Dagano die bal eruit de lucht haalde. You never walk alone, zingen de Beerschot supporters. Maar de tegenstand, de aartsrivaal Antwerpen, heeft een hoekschop. Luciano lost, Evans, al gaat naast. Goeie doelman, maar op dit soort fases moet hij nog wat aan zelfzekerheid winnen. Luciano. We spelen nog maar 27 minuten en Patrick Goots mag zich al klaarmaken. William Verbeek wordt eruit gehaald. Nog een bijkomende spits voor Antwerpen. Verbeek niet erg tevreden. De Antwerp captain Mokoena. De grijze zich heel vaak laat terugvallen op het middenveld. Lagano. Blijft een goede target, man. Geen buitenspel van Haagdoorn, maakt er 2-0 van. Hij gaat liggen en het is penalty en Mampai heeft hem niet geraakt. Waarom trapt hij die bal niet er gewoon in? Kijk, hij is er voorbij. Mampai doet niks en Haagdoorn laat zich vallen. We spelen 32 minuten. Dagano gaat de bal trappen. De 9e strafschop al voor Germinal Beerschot, maar al een paar gemist. Dagano scoort. Het is 2-0. Ja, nu moet Antwerpen helemaal uit zijn hok komen. Voor de man uit Burkina Faso, zijn 9e in deze competitie. Via Mutafdic, de grijze. Mutafdic kan doorlopen. Dan is het uitkijken voor buitenspel. De grijze is er alleen door. Heel knap gedaan, maar de grijze. Mensen blijven nog even zitten. Daar is Dagano. Nee, de bal gaat ernaast. Heel slim, heel sluw van Mark de Grijze. Heel knap ook. De verdediging van Antwerpen op een hoopje gespeeld. En dan is hij absoluut niet egoïstisch. Legt af voor Dagano. En dan moet die bal eigenlijk zitten. Haagdoorn. Kan zelf gaan. Of de Grijze nog in het spel betrekken. Gaat de andere kant uit. Lendvay. Schot uit de tweede lijn. Mampai met veel moeite. Corner. In de slotseconde. Van een aangename eerste helft. Vooral
dankzij het werk van Germinal Beerschots. Regie van Akker laat zijn verdedigend concept toch enigszins varen. Heeft nu ook Sandro da Silva erin gebracht in plaats van rechtsachter Barry Buts. Haagdoren. Lange bal richting Nutafdic, die sneller dan Evers. Komt naar zijn linker, kan schieten. Ampai lost. Dan grijpt de bal nog net voor de neus van Dagano. En meneer kreeg ons een goede aanval. Want het is al een tijdje geleden. We zijn 20 minuten onderweg. Daar is Mutafdic. Voetje nog van Evens. Fatakun komt erin. Nog een aanval in de plaats van verdedigende middenvelder Karel Dane. 25e minuut. Tweede helft. Hoekschop voor Antwerp met Ziyati. Luciano. Heel knap. Dagano verlaat het veld in zijn plaats onder luid applaus van de supporters. Mag Severijs nog eens meedoen. 20 minuten dus tegen zijn ex-ploeg. En Germinal Beerschot maken ze niet veel haast meer. Teren op die voorsprong. En er komen nog kansen voor Severijs bijvoorbeeld. Mampai redt. Probeerde het met een lopje. Mampai was dicht genoeg genaderd. Nu de overkant met Fotokon. Die gaat scoren. Jawel. Het is 2-1 en het kan weer spannend worden met nog goed een kwartier te gaan. Luciano gevloerd in de eigen netten. Goeie bal vanuit de defensie. En dan lieten ze Fotokun lopen, Herman. Stond aan de verkeerde kant te dekken. En hij mocht zo voorbij Luciano lopen ook. 2-1. Mutafdic met de stiel. Severijn snijdt naar het midden. Mutafdic gaat lopen, wordt gehaakt. Per ongeluk, maar wel duidelijke fout. Van Leleu was het. Mampai heeft zijn muur opgesteld. Vrije trap voor Germinal Beerschot met de grijze. Severijns, goal! Mooi. Het is de Severijns. Alsjeblieft. De supporters schreven minutenlang om zijn komst. En hij beloont ze met een hele mooie goal. Kijk de blijdschap. Dit is Haagdoren. Severijns vraagt de bal aan de tweede paal. Daar gaat het ook naartoe, Severijns. Net het voetje van Alle Norman. De grijze. Daar is Severijns weer vertrokken. En die is nog altijd snel. Mampai plat. 3 minuten voor het einde. De grijze. Goeie bal voor Severijns opnieuw. Mutafdic moet hij laten. Dat wordt de 4-1. Dat kan niet anders. Mutafdic op de paal. Het kan dus toch anders. Wat laat het hier soms liggen bij Germinal Beerschot. De grijze altijd klaarkijkend. Severijns met een heel opvallende invalbeurt. Kan zich daar weer doorzetten op snelheid. Mutafdic mag die kans nooit laten liggen. Maar de Joegoslaaf, ja, die krijgt veel kansen, maar mist er ook veel. Einde van de wedstrijd. De beste ploeg van stad heeft gewonnen. Dat was vandaag overduidelijk Germinal Beerschot. Dat ook nog eens een uitstekende zaak doet in het klassement. Eindstand in deze derby 3-1 in het voordeel van de thuisploeg. Zeggen voor Germinal Beerschot dat in het klassement inderdaad over A-Gent naar de 4e plaats wipt. En dat op 4 punten van de nummer 3 Standaard. In november van vorig jaar, na Antwerp-Germinal Beerschot, braken rellen uit rond het Bosuilstadion. Vandaag bleef na de wedstrijd gelukkig alles vrij rustig. Chris Kroonen. Maar vandaag was het maar een overmatch, hè. Bij de mensen van Duivel. Grootspraak van de Germinal Beerschot supporters, maar hun winst kalmeerde ook de gemoederen. De politie, 520 man sterk, bleef de hele dag waakzaam. Hopjutters kregen nauwelijks een kans. De 312 officieel aangemelde Antwerp supporters werden onder politiebegeleiding met bussen snel weer naar de Bosuil gevoerd. Zo waren ze vanmorgen ook gearriveerd. Antwerp supporters die tickets voor een Beerschotvak hadden, waren grotendeels vanmiddag al onderschept en alsnog in het bezoekersvak ondergebracht. Zij mochten na de match in groepjes van maximaal 5 personen weer weg uit het cordon. Even probeerden relschoppers een kat-en-muisspelletje in de naburige straten. Voorlopig werden 6 mensen aangehouden wegens kleine vernielingen, 19 voor ordeverstoring. Allee, gasten, alsjeblieft, een vrouw! Alsjeblieft! Het is zo dat we
dringend hebben moeten schuiven. Maar op zich is er dus heel weinig gebeurd. Dus de verhoopte grote derby is tot nu toe, of derbyrel is tot nu toe nog niet kunnen doorgaan. De politie blijft, voornamelijk in de binnenstad, nog de hele avond waakzaam. Maar bouwt nu toch stilaan haar activiteiten al af. De Germinal Beerschot supporters nog niet. Ratte, 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 ratte. Na een 2-op-12 was Eendracht Aalst de voorbije weken weer in het